mensen, mijn naam is Erik de Silva, ik ben hier met... Wally de Silva. Mensen, vandaag, zoals je kan zien in de titel, is het een speciale dag. Waarom, Paulo? Hè? Ja, het is een speciale dag voor onze familie. Vandaag gaat Miguel zijn professionele contact tekenen bij Ajax. Je mag nog niet zeggen welke club, maar vandaag, mensen, gaat Miguel zijn eerste professionele contract tekenen. Miguel is onze broertje voor de mensen die niet weten. Miguel woont nooit eigenlijk op camera op YouTube, maar dit is een speciale moment en dit gaan we vastleggen. Ik heb er super veel zin in. Als jij er ook zin in hebt en bij de Keukengang wilt hoor. Als je bij de Keukengang hoort, vergeet niet te liken en te abonneren. Als je bij de Keukengang hoort, vergeet niet te... Like en abonneren. Oké, let's go. Let's go. Kijk hier, we zijn bij de mooiste club van Nederland. Ja. Kijk hier, het logo, het prachtige logo van Ajax. Jaxi. Nee, maar... Jaxi. Jaxi. Nee, maar ik zeg je eerlijk... Je moet nou niet hier spelen. Wat zei je? Je moet nou niet hier spelen. Mensen, ik zeg je eerlijk, dit is de mooiste club van Nederland. Zeker. Zeker, hè? Zeker, hand. Mensen, als je allemaal voor Ajax bent, like alvast. We gaan nu even naar binnen, dus we moeten even stil zijn. Paulo, wie is deze speler? Luis Suarez. Hè? Die bent scherp? Oké. Oké, deze? Ik weet zelf ook niet eens, ik zeg je eerlijk. Oké. Ik ga je nog een laatste speler geven. Deze. Als je deze niet kent, dan ben je echt nep. Wie is deze speler? Wesley Sneijder. Oh, oké. Mensen, Paul heeft... Paul, zijn voetbalkennis is er wel. Oké, mensen, we gaan nu naar boven. Bij het trappenkoning toch? Oké, ga je nog eentje geven, oké. Wie is deze speler? Johannes Maria Cruijff. Huh? Johannes Cruijff. Johannes Cruijff? Johan Cruijff. Johannes, Amak zegt Johannes Cruijff. Johannes Maria Cruijff. Oh, joh, kijk hier, mensen. We staan al gelijk hier op het bord. Welkom bij AFC Ajax. Beste club van Nederland. Wat zeg? Beste club van Nederland. Blijf het zeggen, hè? Zeg die mannen van PSV eruit. Pozo, kijk, mensen, hier is mijn moeder. Zwaai even voor de camera. Hoi. Ze is verlegen. Zwaai even voor de camera, zeg. Wauw, mensen, kijk, hier staat het shirt van Miguel voor de mensen. Kijk hier. Wat staat hier even? Da Silva 2026. Pozo, dit is toch prachtig? Zeker prachtig. Hey, dit is echt een mooi moment, hè? Ik ben trots, man. Ik zeg je eerlijk. Misschien zien jullie mij ook dit jaar, volgend jaar, 3 jaar, 4 jaar. Misschien ook een contract. De volgende is Paulo. Miguel is nu aan de beurt, de volgende is Paulo. Weet je wat echt mooi is, zeg maar? Zeg maar, je ziet ook hier nog andere spelers staan. Kijk hier. Je hebt nog Van der Beek. Shirtje van der Beek. Heb je hier staan. Prijzen. Ook heb je hier nog één shirt. Kijk. Laat me kijken. Kijk hier van der Sar staat hier ook een shirtje. Wauw. FC Barcelona. Oké, beste keeper van Ajax, wie zeg je dan? Onana. Oeh, ja, Onana. Die is sterk, deze vind ik sterk. Onana. Oké, Onana, inderdaad. Oké, maar mensen, we zijn hier in de ruimte aan het wachten op Miguel. Miguel gaat hier zijn professionele contract tekenen. Voor de mensen die niet weten hoe het eruit ziet, ga je even achter de schermen laten zien. Kijk, zo ziet het eruit. Hier is zijn shirtje. Hier ligt waterflesje. Deze man kaapt al gelijk eentje. Wie heeft gezegd dat je mag openen? Middelaar zei dat ik mag openen. Weet je zeker? Oké, maar hier is zeg maar zijn shirtje. En dan hier heb je de achtergrond van Ajax. Laten we even... Oh, die is prik. Oh my god. Oké. Ja, nu moet jij alles... Nu moet je alles opdrinken, hè? Hij heeft met prik gepakt. Je gaat niet terugzetten. Wel. Oké, mensen. Miguel weet niet dat wij hier zijn. Hij wist eigenlijk niet in eerste instantie dat hij zijn eerste professionele contract ging tekenen. Alles was achter de schermen geregeld. Hij komt er nu aan. Ik ga filmen. Kijk, hij weet niet eens dat wij hier zijn. Oké. Kijk hem hier. Hij weet niet eens dat we hier zijn. Mensen, hij weet niet eens dat we hier zijn. We gaan nu snel naar binnen. Mensen, we zitten nu verstopt. Miguel weet niet dat wij komen. Als hij al ziet, denk ik dat hij gaat schrikken. Ja, hij gaat blij zijn, denk ik. Blij zijn. Denk het ook. Maar hij komt er nu aan. Oké. Yo! Je kijkt, maar je bent nog niet geabonneerd. Hoe sta je hier? En abonneer je niet op Team Da Silva. Abonneer op onze YouTube-kanaal, mensen. Abonneer, we wachten op jullie. Ja. Oké, ben je al geabonneerd? Ben je al geabonneerd? Oké, dankjewel. Veel kijkplezier. Yeah! Hey! Miguel! Miguel! Ja, goed. Zeg even tegen mensen, faka. Miguel, je was geschrokken, hè? Ja. Je was geschrokken, hè? Ja. Maar voor de mensen die niet weten, Miguel kan heel goed Portugees, maar zijn Nederlands is nog aan het ontwikkelen, toch? Ja. Gaat de goede richting op? Gaat de goede richting op. Kijk!
Miguel, vandaag is eigenlijk een speciale dag, hè? Ja, man, deze is een mooie dag. Mooiste dag van jouw leven? Ja, voor mij. Ga je nooit vergeten? Nooit, zeker nooit. En waarom is het een mooie dag? Ik ga teken profcontact bij Ajax. Wauw, bij de mooiste club van Nederland, of niet? Zeker, man, zeker. Mensen gaan nu naar binnen. Miguel gaat zijn eerste professionele contract tekenen. Wauw. Meestal. Ja, maar ga ik Jij volgende, hè? Knipoog? Miguel, ben je zenuwachtig? Ja, ik ben zenuwachtig. Waarom? Alles is toch geregeld? Hij is zenuwachtig. Maar we zijn mensen. We zijn even aan het wachten. Voordat Miguel kan zijn. Miguel, wat vind je van het nieuwe tenue? Mooi? Ja, heel mooi. Welke is beter, van vorig jaar of dit jaar? Alle twee is mooi. Maar je moet eentje kiezen, je moet eentje kiezen. Wat? Ja, deze. Ja. Deze? Ja, net is deze is nieuw. Is nieuw. En logo is in het midden. Ja. Is een beetje authentiek. Ja, een beetje authentiek. En jij, Paul, wat kies jij? Ja, vorig jaar denk ik dan wel. Hoezo? Omdat het logo niet aan de zijkant zat. Ja. Alleen dat logo. Kritisch. Het is gewoon... In het midden, ik weet niet. Lijkt op knop. What? Op knop? Maar het is wel mooi, maar als ik zelf mocht kiezen, altijd gewoon linkerkant dicht bij het hart. We gaan vandaag het contract tekenen. Dat is een mooi moment. Eerste contract, altijd bijzonder. dan heb je een persmomentje. Er zullen ook foto's gemaakt worden. Dan kan je eerst zelf op de foto, daarna met iedereen die erbij wil. Tekenen. Hier mag hij helemaal. Miguel. Oh ja. Ik ga eerst even mooie foto's maken. Ja. Wauw. Paulo, het gaat nu gebeuren, hè? Wauw. Komt ie. Dit moet je zo even kijken. Komt ie. Ik blauw weer een record gebruikt. Saka. Dit is Saka. Draai hem om. Wauw, dit is hem. Top. Is er eentje nog? Wat gaan we? Alleen? Eentje alleen. Eentje alleen. We alleen voorkant en achterkant, allebei. Voorkant. Wauw! Miggy! Wauw! Zeg even kukken! Paulo de vertaler. Zullen we mij draaien een beetje? Ga je hem helpen? Van je hebt geleerd van Tuzani TV, hè? Wat is je kracht? Wat zijn je sterke punten? Dribbelen. Ja, dribbelen. Ja, is snel. Rapido. Wauw, Miguel, mensen. Miguel heeft zijn eerste contract getekend. Kom. Hey mensen, ik ben echt trots op jou. Paulo. We zijn echt trots, hè? Ja. Zeg even kukken. Mensen, ik zeg je eerlijk, Miguel. Ik ga even in Portugees, we gaan met Miguel in Portugees zeggen. Je hebt je eerste contract getekend, hoe voel je? Tuas sinais teu primeiro contrato. Como estás a sentir? In Nederlands, hoe blij ben je? Heel echt blij. Ja? Bij Ajax tekenen niet makkelijk, toch? Ja, is niet makkelijk. Nu geld. Ja, man, ja. Jongens, nu. Vandaag we gaan eten op zijn kosten. Vandaag alles op Miguel. Nee, maar Miguel, kom even in beeld. Ja, toch. Ik zeg je eerlijk, mensen. Miguel speelde bij het zand, mensen. Miguel kwam vanuit Portugal, hij speelde bij het zand. Hij heeft de overstap gemaakt naar Ajax. Dit is zijn eerste jaar, hè?
Toch, Migo? Klopt. Ja. Eerste jaar bij je lichaam. Nee, het is zijn eerste jaar bij Ajax. En hij heeft het laten lukken om zijn professionele contract te tekenen. Zo zie je maar dat alles mogelijk is. Ik ben hier met Miguel. Nu professionele contract getekend bij Ajax. Paulo is de volgende speler. Ja, maar wanneer? Alleen God weet. Alleen God weet. Alleen God weet. Maar mensen, dit zijn mijn twee broertjes. Mijn getalenteerde broertjes. Ik ben super trots op hun. Vergeet niet te liken. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te liken en te abonneren. Mensen, dankjewel voor het kijken. Zo zie je maar, alles is mogelijk als je in jezelf gelooft. Toch, Miguel? Ja. En we gaan afsluiten met een...